Hey, joh, wat zijn we? Ik zie bier, joh. Hey, wat ja, is ja. Hey, dit is wel grappig. Dames en heren, welkom. Vlog 99. Vlog 99. Vlog 99. En een hele speciaal. Ja, ik krijg in één keer een wortel voor mijn neus. Nee, dat is nog niet het woord, maar dat is wel een wortel. Ja, dat klopt. Ik heb al twee keer het code woord, maar ze moeten er niet... Nee, dat is waar, dat klopt. Maar We zitten langs een mooi konijn. Dus vlog 99 is met een speciale gast. Speciale gasten. Speciaal is er maar één konijn. Ja, ja, maar er komt daar nog meer bij. Komt er nog een ander konijn? Ja, komt nog een ander konijn. Maar dan weet je, twee konijnen die geven zitten. Oké, en de konijn heeft ook een wortel. Waar? Oh nee, daar! Hey, maar jongen, wacht even, ik zie hier wel bier staan. Dat ja, dat staat hier bier. Maar ik heb geen opener, dus dat wordt een beetje trekkie. Ja, dat hebben we... Wat moeten we openen? Mevrouw. Nou, kijk eens aan. Mevrouw. Mevrouw, wacht even. Ik ben Wendy. Geen mevrouw, hè? Ik ben Peter en Johan. Hey, ik ben Wendy. Hallo Wendy. Wat doe je hier, Wendy? Ik ben de voorzitter van de Carnavalsvereniging Brassers van Velzen. De Brassers, dames en heren. We zitten namelijk in de bouwloods, zeg je dat zo? Bouwloods, ja. De bouwloods van de Brassers. Hey, maar, Brassers. Aan die kant staat een hele mooie wagen. Die mogen we helaas niet filmen. Ja, want het is dan moet je echt naar de optocht komen kijken. Ja, het is vandaag maandag de 13e. En dus komend weekend is natuurlijk de optocht. Ja. Dus, over een paar dagen kun je hem zien. Ja, ja, zeker. Dan is hij ook af. Nu is hij nog niet geschilderd. Maar hij ziet er leuk uit. Hij ziet er geweldig uit. Maar komt dan deze konijn ook erin voor? Nee. Nee. Ja, ik gun hem toch wel een oud konijn. Een oud konijn. Ja, dat is een beetje uitgewerkt. Oud konijn met oude wortels. Oude wortels. Oké, maar zullen we eventjes gaan ruilen? Want meestal zijn de gasten tussen ons in. Dat voelen wij als prettig gedaan. Ja. Qua interview, techniek of zo. Weet je. We zitten in een bouwhal. Ja. We zijn natuurlijk bij Kamer Vrienden Brassers en doe altijd een biertje bij. Hè? Ja, zullen we daar gewoon even mee beginnen? Dat is een goede idee. Voelen mij heel goed. Ja, is goed. Dus, alsjeblieft, een biertje. Ja, dankjewel. Heb je een openertje? Ja, kijk eens hoe mooi. Een bijpassen opener. Especially voor jullie. Wat is dat? Alsjeblieft, mag je ook houden. Oh, dat van de opening nog. Ja. Ja, dat klopt. Mooi, hè? Van onze nieuwe loods. Opening, bouwlokaal. Nou, Johan, ik zou zeggen... Het valt zelf ook in, hè? En doe het ook nog. Proost, ja. Proost. Oh, wacht even. Wil je open er hebben? Lukt het ik heb er ook één. Ja, ergens. Zo. Maar goed, rommelgat zijn we dus nou. Dat is toch leuk, toch? Op locatie. Op locatie. We zijn een keer naar Zomeren Eind geweest. Daar zijn wij CV De Plak geweest. Of ken je de CV De Plak? De plak. De plak. Was echt een bouwloods met al een hele mooie... Ja, figuren en snijden. Ja, die wonnen bijna elk jaar de optocht in Zomereind. In Zomeren, de grote optocht, weet ik wel. En als ik dit zo zie, dan denk ik dat jullie ook een grote kans maken op winst dit jaar. Ja, we zijn zeker goed als best. Ja, dat klopt. Maar goed, dit jaar dus geen wortels of konijnen? Nee, dit jaar niet. Vandaag hebben we iets anders. Dit jaar hebben we een heel ander thema. Maar ik zie je wel hier staan. Is dit misschien dan... van het thema. Ja, sneak interview, hè? Oh, wacht. Ah, kijk. Het zijn wel hoeveel konijnen dit jaar, hè? Dus, update. Okay. De vlag staat, of de sjaal staat er wel goed, moet ik zeggen. Ja, ja. Kijk, ik hou gewoon zo vast. Had hij nou een tuutje aan de zijkant? Wat, hè? Een tuutje aan de zijkant. Tuutje? Tuutje? Of een tuutje? Tuutje. Ja, dat is tuutje, ja. Ja, dat is het tuutje van de wortel. Van de wortel? Kijk. Maar we moeten niet te vaak wortel zeggen, want dan komt er steeds meer mensen. Want dan was het code woord. Ja, dat was het code woord. Als alle prassen staan eigenlijk hier op ons heen, weet je. Ja, precies. Hoezo? Oh. Er zijn maar twee wortels. Nou ja, dat idee dus. Ja. Maar goed. Nou, lust je ook wat te drinken? Proost, hè? Het cocktailglas is een hint van de wagen, zeg maar. Ja. Dus, dat zal het worden. Ik vraag me af, gaan wij nu de standaard vragen erop afschieten? Dat kunnen we wel doen. Ik heb toch een andere vraag. Ja, wij beginnen altijd onze vlogs door een vraag te stellen die ook al gesteld werd door Jurgen Wijman als Tante S, die je die kent. Ja. En dus wie is je vader, wie is je moeder? We beginnen weer bij jou. Mijn vader en mijn moeder. Dat zijn Han en Carolien. Han en Carolien. En mijn vader en moeder? Dat zijn Henk en Mieke. Henk en Mieke. Nou, dat zijn de leuke namen. Ja, ja, dacht ik. En je bent een carnavalsclub. Dat is de volgende vraag. Die is mijn vervolgvraag. Hebben jouw ouders invloed gehad op jullie carnavalsleven? Nou, dat lijkt me wel. Nee. Kijk, bij jou ook. Bij mij niet. Nee. Als papa en als mama komen niet uit Brabant, hebben we niks met carnaval. Oké.
En toen ik de eerste keer mee had gedaan met de Brassers, toen wilde ik lid worden en toen zei als man tegen Esther, tegen een van onze leden, jij hebt mijn dochter verpest. En toen zei ze, hoezo? Nou ja, ze zegt, je hebt mijn dochter verpest, je wil nou carnaval vieren en dan moet ik ook de pakken gaan maken. Daar heb ik toch geen zin in. Nou, elk jaar maakt ze pakken, ze komt kijken, ons paar maal allebei. Dat is toch... Ja. Toch ze vinden het eigenlijk geraakt. Superleuk. Nou, alleen in eerste instantie dachten ze van, oh, dit is echt helemaal niks. Maar ze vinden het echt heel erg leuk. En Esther vinden ze tegenwoordig ook wel leuk. Ja, ja, Esther kan er nog steeds mee door. Het kost wat tijd, maar dat kan er nog steeds mee door. Ja, het is goed te doen. Het gaat hier over, over Prins S. Ex-Prins S natuurlijk. Die kennen we allemaal van onze vorige vlog, vlogs geleden. En, dat neem ik aan dat het over die Esther gaat. Ja, ja. Jouw ouders. Nee, eigenlijk ook niet. Nee, ook ik, niet. Nee. Ik ben wel opgegroeid in Veldhoven. Mijn ouders die komen uit Eindhoven, maar wonen al wel heel lang in Veldhoven. Ik ben wel vaak optocht geweest kijken als kind, maar nooit bij een carnavalsvereniging gezeten. Nee, okay. Dus eigenlijk ook niet via thuis met paplepel ingegoten. Nee, is niet helemaal niks nee. Paplepel, want er loopt hier ook een club rond, die heet ook de paplepel. Ja, voilà. Ja. Maar daarom zijn we daar geen lid van natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ah, dat is waar. Nee. Dat ja. Was een beetje, Joris is van de paplepel, toch? Joris is van de paplepel. Ja, is Joris, ja. Maar ja, hun dus... niet. Nee. Ze mochten niet bij die vereniging, dus moesten ze wel bij de Brassers. Ja, we hadden geen keuze. Nee. Jouw kinderen zijn er wel meteen. Mijn kinderen zijn wel meteen. Die zijn helemaal verpest. Verpest. Om in ons land horen te blijven, ze zijn verpest. Ja. Zou ik een beetje wennen, dames en heren, want normaal gesproken hebben we dus geen publiek bij onze vlog. Nu staan er gewoon vier dames op een rij, dus dat is even wennen, weet je? Ja. Dat weet ik echt. Allemaal aanwijzingen te geven, zo. Allemaal doen net als ze er niet zwaaien. Dus onze manager die staat er een beetje bij, zeg van. Toch? Staat erbij. En die kijkt ernaar, inderdaad, ja. Zeven de Brassers, jullie bestaan hoe lang? 35 jaar. Hè? 35 jaar. Okay. Ja, 33 jaar helaas niet kunnen vieren, hè, met corona, dus dat is jammer. Maar dat feestje ga je niet nog? Of... Ja, daar gaan we, zijn we nog wel van plan om, ja, zeker weten. Ja, bouwen ook al 35 jaar? Of? Is dat later? Volgens mij wel, hè? Ja, het is begonnen met, ja, het is begonnen met een vriendengroep. En die zijn een wagen aan het bouwen. Een wagentje. Als ik het goed heb begrepen. Dus, kijk even een schuin oog, want zo lang zit ik nog niet bij. Maar zo oud ben ik nog niet. Dat is steeds meer uitgegroeid tot een grotere vereniging. En uiteindelijk terechtgekomen bij de club waar je nu... Waar we nu zijn. Hoeveel leden hebben jullie? Of, ja, leden zeg maar. 54. Die zijn allemaal betrokken bij de wagenbouw. Niet allemaal. Het, is wel, het zou fijn zijn, maar het is, iedereen krijgt een ander leven. Hè. Maar we zijn wel met een grote clubbouwers. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat corona is het wel. Hebben we wel allemaal moeite moeten doen om als we elkaar te rapen en weer mensen gemotiveerd te krijgen. Maar het is, we zijn echt een prachtige club aan het bouwen, moet ik zeggen. Ja. Ja. En iedereen heeft daar zijn eigen specialiteit, zeg maar? Ja, iedereen heeft een beetje eigen rolletje. Okay. Ja, dat is wel zo. Mensen ontwerpen, anderen zijn met lassen. Anderen zijn heel goed met piepschuim. Ja, bijvoorbeeld een wortel maken. Ja. Nee, je mag niet komen. Daar blijven. Nee, ja, wow, er zijn, u bent al geweest trouwens. Heel belangrijk. Ja. Kleding. Dat is het daden van als je dus, ja, dan krijg je toch niet. Ik probeer ze niet. Ja, dames en heren, sorry voor de mensen, maar ja, dat gebeurt allemaal. Nee, we hebben ook mensen die kleding ontwerpen en maken en ook hulpmoeders die daar bij helpen. Er zijn mensen die thuis een act in elkaar zetten of muziek zoeken of sponsoren. Dus hebben, iedereen kan wel werven. Ieder doet zijn ding. Ja, ieder doet zijn ding. Ja, zeker. Nou, uiteindelijk komt alles natuurlijk aan elkaar. Ja. Die pakken, alles is dan klaar en dan komt het bij elkaar. Dat is natuurlijk wel gaaf om dat gewoon mee te maken. Ja. Want wat er nu hier in de hal staat, dat gaat uiteindelijk pas voor carnaval naar buiten toe. Ja. Dus echt, als hij klaar is, dan gaat hij pas naar buiten. Ja, zeker. Ja, hij is dus door wel een keer naar buiten geweest om te passen. Oh, oké. Okay. Ja, want er zijn een paar losse onderdelen, dan moeten we dan tussendoor even passen. En als het past, dan is het goed. Ja. Dan kunnen we verder en anders moet het aangepast worden. Moeten er onderdelen zeg maar door ter plekke worden gebouwd? Ja. Dat was het idee. Okay. Ja, we hebben een pop op de wagen en die gaat mee op een platte kar of op een vrachtwagen. En die wordt dan zeg maar, voordat we gaan opstellen, wordt die opgezet. Ja. Wat kunnen jullie doen ook mee in een lampengat? Daar hebben jullie voor mij al een paar keer gewonnen. Misschien wel meer dan een paar keer, ik weet niet precies. Ik weet niet precies hoe vaak, maar wel een aantal keer. Maar is er een bepaalde strijd? Van, ja, je weet als bepaalde clubs meedoen, dan wil je toch proberen te winnen. Is dat ook een beetje het gevoel wat je... Nou, we zijn begonnen dit jaar dat we echt heel erg voor verbroedering willen gaan. Okay. En voor meer dat we de leden weer gemotiveerd krijgen en dat er weer gewoon weer de gezelligheid is. Mm-hmm. Maar je merkt gaandeweg
dat we aan het bouwen zijn, dat we toch dat fanaticisme, fanatisme, waar is het? Ja, zoiets. Ja, dat hoorde de fanatiek. Ja, dus dan merk je wel dat en die saamhorigheid, die willen we echt weer terugkrijgen, dat is ook echt een doel. Maar je merkt wel dat zijn er ook echt wel heel veel strevertjes bij, die het gewoon mooi willen neerzetten. En daar maakt ook de vereniging, daar is ook een daar hoort het wel een beetje bij, die draai, vind ik. Hè? Als je van jou het gaat nergens over de rust gaat. Kijk, dit is ons manager. Die heeft een bordje met 11 minuten. Oh, heeft net in elkaar geplant, want er zijn spullen bij vandaag. Ja. Maar leuk, bedankt. 11 minuten dan. Oh, daar zijn we. Dan gaan we verder. Het rolletje is bijna vol, denk ik. Rolletje is bijna vol. dan schieten we weer. Wat ik nog wilde vragen is, hebben jullie die mooie groenten staan? Blijven toch terug op de bocht. Ik zeg het niet. Ik heb het niet gezegd. En het konijn, daar hoort er waarschijnlijk bij. Dat is ook wel een oude wagen waarschijnlijk. Ja, prijs meegewonnen? Een hapert. Wat was het thema toen? Even kijken, wat staat er? Als je vegetarisch bent. Ja. Oh, de als je vegetarisch bent. Oh, dat staat op, ja. Ja, helaas hebben we toen met die wagen niet mee kunnen doen in Eindhoven. Ik vind Lampo had het ook niet een rommel gehad, omdat het toen heel erg hard waaide. Dat was in 2020. Ja. En toen hebben we met de campertocht nog wel mee kunnen doen. Okay. Ja. Want jullie doen mee met een aantal optochten. Dus ja. Zonde als je dan een wagen hebt gebouwd en je kunt er nergens mee terecht. Dus dat is wel leuk dat je dan een hapert in ieder geval nog. Toch nog een rondje hebt kunnen rijden. Een rondje hapert altijd leuk. Een rondje hapert. Sorry, dat klinkt een beetje raar. Een hele mooie optocht, hè? Ja, de campertocht. Ja, ik weet nooit. Nou, zeg. Ja, ik kom niet buiten Lampengat eigenlijk. Dit is uniek daar waar je zit, toch? Eigenlijk wel. Oh, we zijn heel speciaal. Ja, de rest was de nuchter. Oh. Nee, duidelijk. Zijn de 11 minuten al om? Nee. Wacht. Een ander bordje. Het andere bordje, de 30 seconden. De 30 seconden, de kijkers die weten al wat er gaat komen. De gasten niet, denk ik. De gasten nog niet. Nee. Kijk, die ogen. Jullie krijgen ieder 15 of ieder 30? Ieder 30 seconden. Of we moeten samen iets verzinnen. Om je even richting de camera te richten, richting de mensen thuis. Om even iets te vertellen over jezelf, over de brassers, over de wagen. Of ga een dansje doen, of wat jij wil. Liedje zingen. Laten we dat maar niet doen. Nee, dat is zes spreken voor mezelf. Nee, ik zou, als jij vertelt, dan zeg ik dat. Ik zou je vertellen over de brassers of zo. Of komt alle kijken, weet ik veel. Ja. Het is aan jullie, 30 seconden. Nou, jij bent voorzitter. Mag ik beginnen? Gaat-ie af? 30 seconden. Nou, hallo allemaal. Welkom bij Carnavalsvereniging Brassers in Rommelgat. Wij willen jullie van harte uitnodigen om te komen kijken naar onze prachtige wagen die wij heel fanatiek aan het bouwen zijn met z'n allen. En ik hoop dat jullie komen op zaterdag in Lampengat, op zondag in Rommelgat. En op de maandag zijn wij in Hapert. Heeft u ook een gat? Heeft u ook een de naam? De Kempenoptocht. Pintenwippersrijk is dat. Pintenwippersrijk. Maar het is de Kempenoptocht. Zo, dank u. De Kempenoptocht. Dus wij nodigen jullie van harte uit en kom ons aanmoedigen en stem vooral. Mooi, mooi, mooi. Ja, nog iets aan toe te voegen? Nou, ik sluit me helemaal erbij aan. Ja, maar het is te makkelijk. Dat is dan weer jammer. Nee, we hebben een prachtige wagen, superleuke act. En we kijken er naar uit om in Lampengat door de straten te rijden. Nieuwe route, niet te vergeten. Ja, nieuwe route. En ook de andere twee optochten. Het wordt weer fantastisch. Het is te lang geleden voor iedereen. Dus we maken er samen een feestje van. Zeker. Nou, daar sluit ik me dan weer helemaal bij aan. Nou, gelukkig eindelijk. Ik zeg al, we hebben de wagen al een klein beetje kunnen aanschouwen, maar ja, er zit nog geen kleur op en dat is nog niet af. Dus ik ben ook heel benieuwd wat de zaterdag te zien gaat. Het heeft onder andere met hier zoals wat cocktailtjes zijn. Iets met drank is het wel volgens mij. Maar, dames en heren, laat je verrassen, ik laat mij ook verrassen. Ik ga het zaterdag allemaal zien. Ik hoop jullie ook allemaal. Gezellig. Ja, meestal heeft Peter nog zo'n Columbo momentje van ik heb nog één ding. Ik heb meestal nog een laatste vraag. Oh, en ik kom er weer een vrouw bij. Hier. Ja, dat is hoe werkt het. Ja, zo werkt het. Heb je nou weer een wortel? Dat tegen vaker langs. Je moet ook niet altijd wortel zeggen, dan komt er steeds veel mensen op. Een wortel en een vrouw, wat is de relatie ermee? Geen idee. Maar dat is ongeveer dat houden. Nee, wacht. Nou, we gaan, er wordt iets gepusht nou. Hij zei wortel. Maar wacht even. Hoe is dat? Oké, dan gaat dat zo even. Sorry, het is weer een chaos. De brassen, zeg maar, jongens. Vrouwen, brassen. De meerderheid is vrouwen. Ja, kijk, dat vond ik wel grappig. Ja. Wat? Hoezo? Ja, dat weet ik eigenlijk mannen, niet. Mannen, wat is gebeurd? Ja, omdat mannen geen brassers zijn. Dat is al jaren eigenlijk zo. Mannen zijn geen brassers. Ja, dat zijn ze dat toch echt klinkt wel. Dat mag geknipt worden, dat slaat natuurlijk niet. Ja, tot 5 seconden. Nee, we hebben meer
vrouwelijke leden dan mannelijke leden op dit moment. Zal het zijn? 2/3, 1/3 of zo? Dat vind ik toch wel frappant eigenlijk. Als je dat woord mag gebruiken. Ja. Ja. Nou ja, mannen, welkom. Hey. Ja, okay. Er zijn ook een paar vrijgezellig dames. Ja, ook dat. Vrijgezellig heren. Vrijgezellig heren hebben we ook nog. Er ook bij. Voor de dames. Oké, okay, een vrijgezellig vlog maken gewoon. Dat kunnen ze zich voorstellen van en dan krijg je dat weer. Ja. Oh, ja. Iedereen krijgt 11 seconden. Even nog 11 seconden. All you need is love. Ik heb verder niks meer. Ik had nog één vraag, die is snel weggeputst. Hey, is hij weg? Jongens, we gaan weer bouwen. Oh, ik hoorde hier dat de chef protocol, de oude prins, die wil. Ja. De oude prins wil bouwen. Ex-prinses, die moet weer aan de gang. Maar dit is dus het logootje van de Bas. Ja, kijk uit, wat is zwaar, hè? Wat is dan voor en achterkant? Wat jij wil? Dit is de. Zo is. Ja, ga kijk even op mijn rug. Nee, zo moet hij. En dan. Ja. Zoals, op ja, zoals hun kijken dan. Dat ja. Was, ja, goed. Okay. Nou, dankjewel. Ik vond het leuk. Het was een beetje anders dan anders. Ja, anders sorry. Anders. Wij zijn ook een beetje anders. Ja, dat klopt. Anders. Ja, even anders is ook wel leuk. Ja. Even anders. Ja. Wij zijn gewoon heel bijzonder. Ja, dat is goed. Dat is goed. Wij drinken nog lekker een biertje met de Brassers. Die komt zelf in ieder geval carnaval. Die gaan weer aan de gang en wij gaan ze aanmoedigen. En in Lappengat komen jullie aanmoedigen, is dat goed? Nee, duidelijk, als wij aan de gang gaan, blijven wij hier zitten zuipen. En dan, ja, wij hebben het ook druk. We hebben het ook druk, we moeten dus af en toe zingen en zo, weet je wel. Dus kunnen ons nog boeken als je wil, dames en heren. Komt helemaal goed. We hebben nog vrije slotjes. Ja. Misschien Rommelgat nog, met dat liedje. Je bent de Rommelgat, de Rof, je bent het niet. Ja, bijvoorbeeld. Hartstikke leuk. Nou, hier, gooi joh. Hartstikke leuk. Moet ik niet de tekst vergeten alleen. Ja, dit waren even van de map. Ik zag Prins en ik werd even... Dames en heren, bedankt voor het kijken naar vlog 99. Wanneer 100 komt, dat zien we dan wel, hè? Dat zien we weer, na de carnaval ergens. Na de carnaval. Mensen, fijne carnaval. Tot ziens. Bedankt.